De vakcentrale C47, die enkele maanden terug de kwestie SPSB naar buiten had gebracht, heeft vandaag een update gegeven. Voorzitter Robbie Berenstein zegt dat het bestuur geïnformeerd is door het lidbond ABBS, de vakbond bij de Surinaamse Postspaarbank. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de werknemers heeft deze bond bij verschillende instanties informatie opgevraagd met betrekking tot de totstand van zaken van het onderzoek. De voorzitter van de bond, Hein Rozen, ging nader in op het verloop van de zaak. Zo waren de ondervoorzitter en een shopsteward non-actief gezet. De ondervoorzitter is intussen weer aan het werk, maar de shopsteward niet. Want men vindt dat hij de klokkenluider is en hij zaken naar buiten heeft gebracht, waarvan er geen bewijzen zijn. U weet dat er documenten liggen op de tafel van het Openbaar Ministerie, met name de procureur-generaal. In de tussentijd hebben wij ook een cao-onderhandeling gehad, dat zeker 2,5 maand heeft geduurd, heel moeizaam in het begin. Maar het is ons eindelijk geluk om toch een redelijk cao te maken. Ik wil dat niet schuilhouden om u te zeggen dat ik tot de ontdekking ben gekomen dat de Surinaamse Postspaarbank, het personeel daar, het minst betaalde personeel is van alle banken in Suriname. Ze hebben een heel groot achterstand. Natuurlijk kan je niet direct een grote inhaalslag maken. Maar we hebben toch een redelijke cao kunnen maken. Het zijn brieven die gericht zijn naar de CLAT, Centraal Landelijk Accountantdienst, accountantsbureau Lutschman. Dus het gaat om de correspondenties? De correspondenties die gevoerd zijn door de procureur-generaal en die organisaties of de instanties. De minister van Financiën, Hoofdraad. En ook een kopie van een schrijver die urgent is, die gericht is naar de president van de Republiek Suriname. Als wij dit allemaal hebben doorgenomen, dan zien wij dat, als u mij vraagt of ons inziens is dat de zaak vreselijk wordt getraineerd, gestagneerd door... Ik denk door de regering en de CLAT, die geeft weinig informatie. Berenstein deelde verder mee dat het onderzoek naar de klokkenluiders door de politie wordt verricht. Hij is ook door de politie gehoord. De C47-voorman weet niet in hoeverre de zaak is afgerond. Hij weet wel dat er nog geen enkel bewijs op tafel is gelegd in zaken een schuldige. Hij verwacht niet dat dit ooit zal gebeuren. Berenstein geeft aan waar de centrale moeite mee had in deze kwestie. Was de positie van de bank zelf. De positie van de bank zelf. We vonden dat de bank onvoldoende heeft gedaan als toezichthoudend instituut om onderzoek te plegen binnen de bank. Maar ook als toezichthoudend instituut van pensioenfondsen. Dus dat is wat ons betreft de issue in verhouding tot de case van de governor van de Centrale Bank. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, vandaag op een persconferentie. Hij is samen met de voorzitter van de ABBS, Hein Rozen, omstandig ingegaan op het verloop van het onderzoek in deze kwestie. Geconcludeerd is dat zaken op de lange baan worden geschoven.